Hoi, leuk dat je kijkt naar hoe speel je. Ik ben Melvin van Lobbes en vandaag is het tijd voor de strijd om de muur. Jouw buurman valt voortdurend jouw kasteelmuur aan. En je zult moeten proberen om hem te stoppen voordat hij te veel onherstelbare schade aan je muur aanbrengt. Vandaag is het tijd voor schotten tot de twee. Kijk snel mee, dan leg ik je uit hoe je dit spel speelt. In dit spel is één speler de aanvaller en één speler de verdediger. Kies welke speler de aanvaller is. Die krijgt het grote figuur. De andere speler, de verdediger, krijgt het kleine figuur. En ook de drie olieketels. Daarna leg je de zeven muurtegels naast elkaar met de onbeschadigde kant naar boven. Deze vormen met elkaar de kasteelmuur. De aanvaller kijkt naar de buitenzijde van de muur en de verdediger kijkt naar de zijde met het aantal vereiste kaarten. Schud alle belegeringskaarten en leg deze als een gedekte stapel aan het einde van de muur. En tot slot krijgt elke speler zes belegeringskaarten in hand en één overzichtskaart. En het spel kan beginnen. Dit spel speel je om beurten, waarbij de aanvaller begint. En in een beurt zijn er vier dingen die je in volgorde kunt doen, waarvan er twee optioneel zijn. Het eerste is een voorbereidende actie doen, dat is optioneel. Daarna speel je altijd een kaart. Daarna trek je een nieuwe kaart. En tot slot kun je, en dat kun je alleen als aanvaller doen, is ook optioneel dus, kun je de controle claimen over een muurtegel. Goed, laten we deze vier stappen eens doorlopen. Als eerste de voorbereidende actie. Voor de aanvaller betekent dat dat je een gespeelde kaart mag terugtrekken. Voor de verdediger betekent dat dat je een olieketel mag gooien. Tijdens het spel worden er namelijk steeds kaarten gespeeld bij de verschillende muurtegels. En als de combinatie die je hiermee maakt sterker is dan de combinatie van je tegenstander, dan kun je die muurtegel winnen. De aanvaller kan er tijdens zijn voorbereidende actie dus voor kiezen om een gespeelde kaart terug te trekken van één of meerdere muurtegels naar keuze. Op deze manier geeft hij zichzelf weer een nieuwe kans om een goede combinatie neer te leggen. De verdediger heeft deze optie niet. Stel, ik ben hier bezig met een goede reeks. Dan kan de aanvallers denken: Nou, als voorbereidende actie ga ik deze kaart terugtrekken. Ik heb een ander plan. Ik ga hier andere kaarten spelen. De verdediger mag, als voorbereidende actie, een olieketel over de muur gooien. Hij kiest daarvoor een muurtegel en legt de kaart van de aanvaller die het dichtst bij de muur ligt af. In dit geval. Is dat de 11? Wordt dan afgelegd. Ook leg ik hiervoor een van mijn olieketels af. Voorbereidende acties zijn dus optioneel. Laten we dan eens gaan kijken naar de acties die je in een beurt altijd uitvoert, namelijk een kaart spelen en een kaart trekken. Een kaart speel je vanuit je hand door hem onder één muurtegel naar keuze te leggen. Het aantal kaarten dat aan jouw zijde van een muurtegel ligt mag niet groter zijn dan het aantal dat voor die tegel vereist is. Zoals je hier ziet. Vier kaarten, drie kaarten of zelfs twee kaarten. Als er al een kaart ligt, dan leg je de volgende kaart hier overheen, zodat alle kaarten zichtbaar blijven. Je verandert nooit de volgorde van deze kaarten. Deze blijven liggen in de volgorde zoals je ze hebt gespeeld. Er geldt één bijzondere regel. Als je een kaart speelt met sterkte 0 en aan de andere kant ligt een kaart met sterkte 11 van dezelfde kleur, dan worden beide kaarten afgelegd. Dat geldt ook andersom. Als er een 0 ligt aan de andere kant en jij besluit zelf om een kaart van sterkte 11 neer te leggen van dezelfde kleur, ook dan worden beide kaarten verwijderd. Na het spelen van een kaart vul je je hand weer aan door een nieuwe kaart te trekken. En daarmee beëindig je ook je beurt en is de andere speler aan de beurt. Stel dat ik een kaart wil trekken maar de stapel is leeg, dan ga je door naar het einde van het spel. Als je de aanvaller bent kun je echter nog een actie uitvoeren na het trekken van jouw kaart. En dat is de controleclaim. Dat wil zeggen dat je een geldige combinatie hebt liggen die sterker is dan de combinatie van de tegenstander bij een specifieke muurtegel. En daarvoor geldt het volgende: de combinatie moet geldig zijn. Dat wil zeggen er moeten precies evenveel kaarten liggen als dat er gevraagd worden op de muurtegel. Ook kan het zijn dat er een specifieke voorwaarde gevraagd wordt. Bijvoorbeeld alleen combinaties waarbij de som geldt. Of Alleen combinaties waarbij de som geldt en de laagste som wint. Hebben zowel de verdediger als de aanvaller een geldige combinatie liggen, dan wordt er gekeken welke combinatie sterker is. Dat kan met behulp van de overzichtskaart. Heeft de aanvaller een geldige combinatie, maar de verdediger nog niet? Bijvoorbeeld op deze manier. Dan mag de aanvaller alsnog proberen de controle te claimen als hij kan aantonen dat geen enkele kaart die de verdediger nog zou kunnen spelen hem op deze muurtegel de winst kan bezorgen. Hoe weet je dan welke combinatie sterker is? Daarvoor kun je kijken op de overzichtskaart. De combinaties die je kunt maken lijken op die van poker met een kaartspel. Het minst sterke is simpelweg de optelsom van jouw getallenwaardes. Bijvoorbeeld de optelsom van 7, 5, 10 en 8 is simpelweg een som van 30, dat is dan jouw sterkte. Wat net iets sterker is, is een reeks van oplopende getallen, 3, 4, 5, 6. Let op, de getallen hoeven hiervoor niet op volgorde te liggen bij jouw muurtegel. Ik mag dus ook 5, 3, 6 en 4 hebben liggen, alsnog is dat natuurlijk een reeks. Elke mogelijke reeks is beter dan welke som dan ook van getallen. Dus het maakt niet uit hoe groot jouw som is. Zodra je een reeks hebt, is die combinatie sterker. Wat nog weer beter is dan een reeks, dat is een combinatie van dezelfde kleuren. En wat nog weer beter is, is een combi van dezelfde getallen. En het allersterkste is een oplopende reeks van getallen met dezelfde kleur. Als het de aanvaller lukt om de controle te claimen over een muurtegel, dan draait hij die muurtegel om. Alle kaarten aan beide zijden van die muurtegel worden verwijderd, zodat er een nieuwe mogelijkheid bestaat om om deze muurtegel te strijden. Wanneer de aanvaller over een reeds beschadigde muurtegel de controle claimt, dan heeft hij gewonnen. De aanvaller heeft ook gewonnen wanneer hij een vierde muurtegel beschadigt en dus omdraait. Wanneer er kaarten moeten worden afgelegd tijdens het spel, dan leg je deze aan de zijkant op volgorde weg. Op zo'n manier dat beide spelers de afgelegde kaarten kunnen bekijken. Zo kun je gemakkelijk zien welke kaarten er nog in het spel zitten en welke er al uit zijn. En dan wat betreft de voorwaarden van een muurtegel. Zodra een muurtegel wordt omgedraaid, dan zie je op die tegel nieuwe specifieke voorwaarden verschijnen. Deze voorwaarden gelden voor het maken van een geldige combinatie bij die muurtegel. Het gaat dus niet meer alleen om het aantal kaarten, maar ook, in dit geval zie ik dit symbooltje verschijnen. Op de achterkant van mijn combinatiekaart kan ik dan zien dat het betekent alleen kleur- en som combinaties zijn hier geldig. Mag hier bijvoorbeeld geen geldige combinatie maken van een reeks met gelijke getallen. Het spel is uiteindelijk voorbij wanneer de aanvaller een muurtegel voor de tweede keer claimt of wanneer hij de vierde muurtegel heeft beschadigd. Wanneer een speler een nieuwe kaart moet trekken, maar de stapel is leeg, dan eindigt het spel ook direct, maar dan heeft de verdediger gewonnen. Je kunt het spel ook spelen met de tactiekkaarten erbij. Je volgt de normale regels van het spel met de volgende aanpassingen. Naast de belegeringskaarten schud en plaats je de stapel met de tactiekkaarten. Het spel begint voor elke speler met 7 kaarten in handen in plaats van 6, dus eentje meer. Wanneer een speler tijdens het spel een nieuwe kaart moet trekken, mag hij kiezen van welke stapel hij een kaart trekt. Je mag van beide kaarten zoveel in handen hebben als je wilt, zolang je in totaal niet meer dan zeven kaarten in je handen hebt. Wanneer je een kaart moet spelen, mag je kiezen of je een belegeringskaart of een tactiekkaart speelt. En let op, je mag altijd maar één tactiekkaart meer spelen dan je tegenstander. Dus stel ik heb in het spel al een keer een tactiekkaart gespeeld en ik wil er nog één spelen, dan mag dat niet. Dat mag pas wanneer mijn tegenstander er ook één heeft gespeeld, want het verschil mag nooit groter zijn dan één. Er zijn verschillende soorten tactiekkaarten met allemaal hun eigenschap. Er zijn actiekaarten, bijvoorbeeld een explosie. Leg alle kaarten af aan beide zijden van een muurtegel naar keuze. Uitwisselen. Beide spelers kiezen drie handkaarten en ruilen deze met elkaar. Er zijn veel verschillende actiekaarten en er staat altijd duidelijk op wat er moet gebeuren. Daarnaast zijn er ook vier verschillende elitekaarten. Dit zijn kaarten die je als belegeringskaarten neer kunt leggen, maar zoals je ziet... Is er nog niet bepaald welke waarde of welke kleur ze hebben bij deze jokers. En dus mag je dat pas kiezen op het moment dat het jou uitkomt. In het geval van deze kaart is het of een 1, of een 2 of een 3 van een kleur naar keuze. En in dit geval is het een 10 van een kleur naar keuze. En dat is hoe je schotten tot de 2 speelt. Een spel wat tactischer is dan je zou denken. Dus heel veel plezier met het spelen en tot de volgende keer bij Lobbes. Hoi hoi!